Ricardo B, Kevin Sisson, Rick Peepers, Joey Nielsen, Roland Lemmens, Wino van Rijswijk en Ian van Buchten. Helemaal vanaf de buitenkant is het Ian van Buchten aan winst in de halve finale. Kiest hij de volgende acht te beginnen? Dat is lekker, dat is ballen. Zit er nu op plaats nummertje 2, want de snelste bal uit die eerste bocht komen en de whole shot is voor Roland Lemmens. Jump die beugel hier van het oor. Met haar klem gezet, dames en heren. Aan de binnenkant Ian van Heugden. Lemmens! Eerste bocht point. Wino van Rijswijk gaat er overheen. Ricardo de Bie gaat profiteren. Evenals die wat binnen aan Joey Dielissen. Ian van Heugden van het TV1-team. Heeft inmiddels een ruime voorsprong genomen. Gaat de winst pakken met een mooie 16 jaar. Het is Ricardo de Bie als tweede. Het is Dielissen als derde. Als vierde is het daar nog. Die wat binnen dan Rick Peepers. En dan zien we dan de top 5 afgerond worden.